Sascha Lombaert werd geboren met een motorische beperking. Op het eerste gezicht zou je dat niet zien. Alleen kan ze een aantal dingen minder goed. Stappen, schrijven, spreken, dat gaat allemaal wat moeizamer. Sascha ging naar een normale school ondanks haar beperking. En daar heeft ze het bij momenten heel zwaar gehad. Een verhaal over hoe hard mensen voor elkaar kunnen zijn. Ja, ik heb nu een motorische beperking. En ik heb daar niet altijd even makkelijk mee gehad op de speelplaats. Ik werd soms echt uitgelachen of zo. Dat ik dacht van ik liep soms echt op de speelplaats met mijn hoofd naar beneden van ik wil het gewoon niet zien hoe leerlingen reageren. Of, ik heb echt zelf middagpauzes of zo alleen doorgebracht omdat mijn klasgenoten mij achterlieten en zo. Dus. Een voorbeeld daarvan is, ik liep op die moment zelf met een kruk. Dus ik was sowieso al trager, maar met die kruk zelf. En ik liep in de fietsenstalling en ik zag twee klasgenoten van mij. En die zagen mij aankomen en die zijn op dat moment echt beginnen lopen uit de fietsenstalling, dat ze niet op mij moesten wachten. En dat was wel heel pijnlijk zelf. Allee, want dat ze zo nog begonnen lopen, dan dacht ik echt van me allee. Allee, dat moet elke mens toch weten dat pijn doet. Dus ja. Kinderen leren dat van. Kinderen zijn niet zo geboren, dus ze leren dat van hun omgeving. En wij zijn hun omgeving. Wij die heel luid praten en heel raar reageren tegenover elkaar en die heel vaak elkaar niet aanvaarden. Dus ik hoop dat wij een betere job doen. De tatoeage. Wat heb je op je tatoeage staan? The pain you feel today is the strength you feel tomorrow. De pijn dat je vandaag voelt, is de kracht dat je morgen zal voelen. Ja. Ja, die heb ik eigenlijk laten zitten na mijn zware operatie. Kijk je daar regelmatig naar? Ja, mijn kinesist zegt dat ook. Die zegt, als ik merk dat het niet zo goed gaat, dan zie ik je wel altijd kijken. Ja. Van, ja. Ben je eigenlijk geboren met jouw motorische beperking? Ja. Mijn broer heeft dat ook. Het moet ergens erfelijk zijn, maar daar zijn ze nog niet helemaal uit. Wat zeggen de artsen eigenlijk? Is dat iets dat nu zo gaat blijven? Kan het erger worden? Kan het gevaarlijk worden? Vroeger hadden ze gezegd dat mijn levensverwachtingen maar maximum 6 jaar of zo zijn. Ja, natuurlijk. Ja. En nu ben jij, hoe oud ben je nu? 22. Ja. 22, maar nu weten ze eigenlijk nog altijd niet juist wat ik heb. Dat is soms wel frustrerend, omdat nu heb ik een vriend naar kinderen toe of zo. Over je vriend gesproken. Mm-hmm. Hoe heeft dat eigenlijk jouw leven veranderd? Ik had ineens iemand dat mij graag zag, dat mij helemaal accepteerde. En ook als ik met hem of zo buiten loop, dan denk ik dat zo'n signaal geeft van mij van kijk, er is toch iemand dat mij kan aanvaarden. En, en hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, we gingen chatten en zo. Ik durfde het online eerst al niet goed te zeggen dat ik een beperking had. En uiteindelijk, zo een paar dagen voor onze eerste date, heb ik dat gezegd. En hij heeft daar zo positief op gereageerd. Dat ik had zo gezegd van, je mag niet boos zijn op mij, maar ik moet u eigenlijk nog iets zeggen. En dan had ik gezegd dat ik een beperking had en zo. En dan zei hij van, waarom zou ik daar nu boos voor zijn? Je kunt daar toch helemaal niet aan doen? Ja, in mijn hoofd kon dat zo precies niet. Omdat ik dacht altijd van, waarom zouden ze iemand pakken met een beperking als er zoveel mooie meisjes zijn? Je bent nu 22, je hebt al heel wat meegemaakt eigenlijk. Wat zou je nu eigenlijk willen doen? Momenteel werk ik eigenlijk in een buitenschoolse kinderopvang. Een mooie job. Ik merk wel als ze mij leren kennen en zo, dat ze dat wel aanvaarden en dat ze
dat die u echt een knuffel komen geven. En dan denk ik, oh, doe wel iets altijd. Ja. En die kindjes die bij jou zijn, die gaan op een manier kunnen opgroeien dankzij jou. En dat gaat ervoor zorgen dat ze de wereld op een andere manier gaan zien. En dat zij niet zullen raar kijken, omdat ze jou hebben leren kennen. Ja, allee, ik hoop dat toch. De madame. We krijgen een heel mooie mailtje binnen van Marleen. Ik moet zo wenen, het is zo'n tristig verhaal. Mijn man is ook gehandicapt. Is het is waar, het is een tristig verhaal, maar ja, tegelijkertijd ook niet, toch? Ja, ik denk dat het triestige komt misschien vanuit de realiteit waarin zij zit, waarin wij allemaal zitten eigenlijk. En hoe mensen die een beperking hebben, hoe dat zij zich voelen binnen in de realiteit. Ja. Het is een beetje het triestige dat mensen dat moeten meemaken. En het krachtige is zij zelf. Hè. En ja, dat zij in het leven staat. Hoe was je bezoek bij haar? Was heel fijn. Ze deed de deur open. En toen zag ik het echt niet. Ik zag niet dat ze een beperking had. Dus het moment dat we samen gingen stappen, ja, naar de tuin, dat je dan wel zag dat ze moeilijkheden had om te stappen. En dan bij het praten hoorde je dat het een beetje moeilijker ging. Maar in eerste instantie zag je dat niet. Maar dat lijkt mij dan net vaak het lastige voor haar. Want ja, dan houden mensen misschien minder rekening met haar, omdat je het niet ziet. Wel, in alle gesprekken die we hebben gevoerd tijdens deze maanden, een paar mensen die we hebben gezien die een motorische beperking hebben, wat mij het meest raakte eigenlijk, in wat je nu vraagt, is dat de mensen, het is niet dat je zo rekening, dat iedereen rekening moet houden, mm-hmm, denk je dan soms, maar het is wanneer je iemand iets kwalijk neemt. Een voorbeeld. Zij zei ook, omdat je dat niet ziet, zij heeft recht op een parkeerplaats voor gehandicapten. Ja. Maar ze heeft het heel moeilijk mee. Omdat de reacties van de mensen die het soms wat raar kunnen kijken of kwalijk nemen, omdat je dat niet ziet. Alsof je aan iedereen alles moet uitleggen en moet laten zien dat je een handicap hebt. En ik herinner me dat we ook een verhaal hadden met een mama en haar zoontje. En de mama, ja, ze brengt haar zoontje ergens naartoe, maar zij heeft niets. Dus wanneer dat ze uit haar auto stapt om te gaan betalen, dan heb je heel wat blikken van mensen, sommige mensen die zelfs iets zeggen. Mm. En dat is weer dat een vooroordeel al hebben op voorhand, een mening hebben en daar heel, op een heel rare manier uiten tegenover andere mensen. Ja. En dat vind ik altijd het meest frustrerende. Soms is het wel het gebrek aan vertrouwen die we hebben in mekaars verhalen en mekaars identiteiten. Ja. En zij vertelde ook heel vaak dat ze eigenlijk in een parking ging en ze wacht tot iedereen in de winkel is. Maar voordat ze uit haar wagen stapt. Oh, jammer. En, ja, en, maar dat heeft weer veel te maken, en dat zegt heel veel over ons. Ja. Minder over haar, maar veel meer over ons, omdat we dan zo'n beetje een dominante groep zijn. We hebben dan geen motorische beperking. En dat is wat mij het meest raakt eigenlijk. Dat werk dat wij eigenlijk intern voor onszelf kunnen doen om ervoor te zorgen dat die mensen eigenlijk zich goed voelen, op hun gemak voelen, als ze ergens naartoe gaan, als ze naar een markt gaan, et cetera, et cetera. Dus dat is wat ik het meest heb geleerd eigenlijk met al die gesprekken die ik heb gevoerd met mensen die zo'n motorische beperking hebben, dat is die realiteit in welke zij leven en inzien dat ik deel maak van die realiteit. Ja. En wat is mijn rol daarin en wat kan ik zeggen of handelen of voorbeeld tonen aan of het mijn zoon is of de mensen met wie ik ben. Wat is het signaal dat ik eigenlijk moet geven? Omdat dat wel heel raar is. Niemand, als ik ergens parkeer of als ik iets doe, niemand kijkt me of stelt me een vraag whatsoever. Waarom zou dat anders zijn bij die mensen? Ja. En dat was, ik vond het wel zo impactvol eigenlijk. Ja. Mm-hmm. Ja. Wat ik ook zo mooi vond aan het hele verhaal, is haar vriend Koen. Ja, haar vriend Koen is zo iemand die met heel andere ogen naar een realiteit kijkt. Die oprecht, en ik geloofde hem ook oprecht, dat was... Wat is het probleem? Ja, ja, dat is echt... Ja, heel mooi. Dat jij soms naast hem zou staan en dat je zou kunnen argumenteren. Ja, maar het probleem is misschien dit en dit. Maar die ziet dat niet. Die zegt, ja, nee, wat is het probleem? Ik bedoel, wat is het probleem? Ja. Dat ja, hij het zelf niet wist wat het probleem was. En dat was zo mooi en zo inspirerend. Omdat we... Ja, omdat opnieuw, hè, misschien klaag ik te veel over de mensen, maar het is gewoon omdat ik ook mezelf betrap op heel wat zaken. En dus altijd kijken naar de verschillen en wat niet en dit en dat. We zijn enorm vooringenomen, hè. Eigenlijk, ja, hè. Of worden we worden zo, hè. Ja, we zijn eigenlijk zo. En daarom
echt... Zij heeft een sollicitatie deze week, of het was vorige week, en ik hoop oprecht dat zij de job heeft gekregen, want zij werkt met kinderen. En ik denk dat daarom waarom dat heel veel mensen pleiten voor diversiteit binnenin elke werkvloer. Mm-hmm, of het nu gaat over onderwijs of redacties of wat dan ook. Het belang zit erin niet zomaar om een quota te hebben, maar het zit erin omdat het echt het beeld verandert. Kinderen die opgroeien met een leerkracht die misschien wel een motorische beperking hebben en die een band een jaar lang kunnen vormen, dat zorgt ervoor dat wanneer je 16 bent en dat je niet raar kijkt op een parking. Ja. Omdat je hebt iemand gekend. Je hebt iemand heeft voor jou gezorgd die een beperking had, of die een kleur had, of die vanuit een andere religie had. Wat het ook is in termen van diversiteit. Of die man of vrouw was, of die homoseksueel was. Het maakt niet uit. Diversiteit is breed. Maar het belang zit daarin eigenlijk. Omdat het een jonge generatie opvoedt met de definitie van normaal wordt heel breed. Heb je afgesproken dat ze iets laat weten? Of ze de job heeft of niet? Ik heb gevraagd, dus ik hoop doe er ons aan denken dat we volgende week dat zeker vragen. Ik hoop dat ik met goed nieuws terug mag komen. Oh, ja, ik hoop het ook. Ja.